Met de Philips Sonicare for Kids weet u zeker dat uw kinderen het beste poetsresultaat krijgen. Met ruim 500 poetsbewegingen per seconde. We laten u zien hoe uw kind het beste zijn tanden kan poetsen met de Sonicare for Kids. Verdeel de mond in 4 delen. Elk deel moet 2 maal per dag 30 seconden gepoetst worden. Om kinderen te helpen deze aanbevolen tijd te halen, speelt de Sonicare for Kids elke 30 seconden een melodietje af om aan te geven dat het volgende deel aan de beurt is. U kunt kiezen uit 2 verschillende zachte borstelkoppen, de mini en de standaard opzetborstel. Kies simpelweg die waar uw kind zich fijn bij voelt. Neem een beetje tandpasta ter grootte van een ert. Houd de borstel even onder de lopende kraan en zet hem pas aan als uw kind hem in zijn of haar mond heeft. Als het te erg kriebelt, begint u op de laagste stand om het kind te laten wennen. Houd de borstel schuin, zodat deze het tandvlees raakt. Nu hoeft het kind de borstel alleen zachtjes over de tanden te bewegen. Als ze de achterkant van de tanden poetsen, moet de borstel de tanden en het tandvlees raken. Laat de borstel langzaam over het bijtoppervlak glijden en zijn werk doen. Vergeet niet de achterste kiezen te poetsen. Als de melodie klinkt, heeft uw kind de aanbevolen 2 minuten poetsen bereikt. Wist u dat de Sonicare for Kids ook geschikt is voor beugels? Hij poetst heel eenvoudig om de plaatjes heen.